5 voedingsmiddelen die je gezondheid verbeteren. Van bepaalde voedingsmiddelen wordt gezegd dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Echter, in de afgelopen jaren zijn er talloze studies gedaan, die hebben ontdekt dat deze voedingsmiddelen eigenlijk niet zo slecht zijn, maar juist het tegenovergestelde. Ze bevatten veel genezende eigenschappen en voorkomen verschillende soorten pijn. De voedselgroep in kwestie zou voedingsmiddelen bevatten zoals chocolade en groene thee, die worden gecategoriseerd als twee geweldige voedingsmiddelen vanwege de grote hoeveelheid voordelen voor de gezondheid die zij ons lichamen bieden. Over een aantal voedingsmiddelen wordt echter nog steeds niet veel gesproken, maar deze zouden net zo nuttig kunnen zijn. Recente studies zijn uitgevoerd en een groep onderzoekers van de Universiteit van Scranton in Pennsylvania ontdekte dat popcorn, vanwege zijn lage watergehalte, zeer geconcentreerde niveaus van antioxidanten bevat. Wees voorzichtig met magnetronpopcorn, omdat deze vaak veel karamel, suiker of boter, wat niet goed is, bevat en dat verdubbelt de calorieën. Kies voor natuurlijke soorten. Zwarte thee is een van de voedingsmiddelen die zeer gunstig voor de gezondheid zouden kunnen zijn, zoals studies hebben aangegeven. Zij die meer dan 3 koppen zwarte thee per dag drinken, hadden tot 70 minder kans te lijden aan coronaire aandoeningen. Het is ook bekend dat het drinken van tenminste 2 koppen zwarte thee per dag de hersenfunctie en concentratie kan verbeteren. Koffie. Koffie helpt om energie hoog te houden gedurende de gehele dag. Een studie uitgevoerd in 2012 bevestigde dat koffie ons kan beschermen tegen kanker. Maar wees voorzichtig met deze drank, want als je het overmatig drinkt, kan het je zenuwen veranderen. Volgens deze studie hebben mensen die meer dan 3 kopjes koffie per dag drinken bijna 50 minder kans om te lijden aan mond- of keelkanker. Eieren. Eieren hebben altijd al een slechte reputatie gehad, omdat ze in relatie worden gebracht met een hoog cholesterolgehalte. Echter zijn velen het eens dat ze veel gezondheidsvoordelen kunnen verschaffen vanwege hun hoge gehalte aan foliumzuur, calcium, ijzer en seleen. Eieren zijn een zeer voedzaam voedsel en kunnen zonder twijfel deel uitmaken van een voedzaam dieet. Eieren helpen ons om ons voller te voelen gedurende een langere tijd. Deze rijke voeding bevat choline, dat een belangrijke stof is voor het geheugen en de hersenfunctie en houdt ook de lever gezond. In 2011 begonnen onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen aan de taak van het bestuderen van de effecten van een dieet dat rijk is aan kaas op slechte cholesterol. In dit onderzoek werd vastgesteld dat bij mensen die meer kaas eten, hun slechte cholesterol niet toenam. Integendeel. Het verlaagde deze niveaus wanneer ze stopten met het eten van boter en overstapten naar het eten van meer kaas. De onderzoekers concludeerden dat dit gebeurt omdat kaas meer eiwitten uit calcium bevat, waardoor het lichaam de slechte cholesterol beter onder controle heeft. Dit betekent niet dat we willen dat je vanaf nu alleen maar kaas gaat eten. Vergeet niet dat dit voedsel rijk is aan vet en het niet overdreven veel mag worden gegeten.